Op het strand van de Lentse Plas ligt regelmatig bouwafval. Piepschuim, peurschuim, maar ook plastic. Het lijkt afkomstig van de drijvende woningen die aan de overkant van de plas worden gebouwd. De gemeente Nijmegen is hiervan op de hoogte en laat weten dat wandelaars en omwonenden hier altijd een melding van kunnen maken. Ze moeten dan bellen met het telefoonnummer 14024. De bouwer van de drijvende woningen ruimt bovendien 2 keer per week het bouwafval op. RN7 sprak meerdere wandelaars die aangeven dat er inderdaad vaak bouwafval ligt. Ze zouden willen dat er een andere oplossing komt. Het piepschuim valt namelijk snel uit elkaar, waardoor het niet meer goed zichtbaar is om het ook goed op te ruimen.